Saskia Belleman. Ja. Leuk. Ja. 100.000 kilometer per jaar hoor ik. De auto. Ja, zoiets. Ja? Nou, niet per jaar hoor. Nee. Ik denk dat ik per jaar, wat zal het zijn? 40, 50.000 kilometer rijden. 40, 50.000 kilometer. Ja. Hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je veel zaken hebt in Maastricht, ja, dan draai je nogal wat kilometer. Ja, en dan is het in de ochtend, denk ik, de verslaggeving via Twitter. Nee, eigenlijk de hele dag. Of de hele dag. Ja. Dan kom je op kantoor of thuis en dan... Nee, ik ga niet meer naar kantoor. Ik zit meestal op de rechtbank al tussendoor tijdens de lunchpauze het verhaal voor de website te tikken. De eerste versie. Mm-hmm. En aan het eind van de dag de tweede versie. En vervolgens aan het eind van de dag het verhaal voor de krant. Maar dat doe ik al op de rechtbank zelf, anders wordt het gewoon te laat. En dan moet je s'avonds nog naar Op1? Soms, ja. Of naar Bo, Jinek, varieert. Dus dan ben je zo 12 tot 14 uur mee bezig. Ja. Ja, op sommige dagen wel. Ja, nou, dan verdien je toch wel een nieuwe auto, hè? Van mij mag het, maar ik denk dat iedereen de broekriem een beetje moet aanhalen. Dus ik denk dat ik nog wel even doorrijd in mijn auto. Maar dat is prima. Een lekkere auto. Ja. Ja, weet je, ik zat daar nog over na te denken. Ik wilde dit eigenlijk pas aan het einde van het interview doen, maar ik kan het toch niet laten. Ja. Want ik denk namelijk dat jij echt goud waard bent voor de Telegraaf. En die auto die moet er gewoon komen dan, hoor. Nou, ik geef haar straks het telefoonnummer even, als jij dat dan even wil vertellen daar. Ja. Nee, wat, nou, goud waard. Ik bedoel, alle verslaggevers werken zich een slag in de ronde bij ons. En iedereen is zijn geld wel waard, denk ik. Ja. Maar ik denk, daar ben ik echt geen uitzondering in. Nou, de bescheidenheid siert je. De bescheidenheid siert de mens, maar... valse bescheidenheid schijnt een ondeugd te zijn. Oh, is dat zo? Ja. Het is niet vals. Ik zie mezelf helemaal niet als een uitzondering. Ik zie heel veel collega's hetzelfde. Nee, maar als je natuurlijk kijkt als een ondernemer naar, naar iemand zoals Saskia Belleman. Als jij bij Op1 verschijnt en ook in de communicatie, dan staat er Saskia Belleman, verslaggever, Telegraaf. Ja, dat is waar. En dat staat er niet zomaar. Nee. Nee, ik denk maar dat goed, de Telegraaf zegt van, joh, hey, je mag daar allemaal zitten en allemaal prima. Maar je moet wel, ze moeten wel zitten, de Telegraaf. Nee, maar ik ben natuurlijk ook van de Telegraaf. Hè, dus het is logisch dat eronder staat. En het is ook goed dat mensen weten waar ik vandaan kom. En ja, voor sommige mensen is dat aanleiding om me niet meer te geloven. En voor andere mensen, hè, die hebben dan in ieder geval een idee van, oh, oké, zij werkt voor de Telegraaf. En ze wordt in die hoedanigheid uitgenodigd bij die talkshow om te praten over die rechtszaak. Ja. Maar ja, voor sommige mensen is de Telegraaf kennelijk een vies woord. Nou ja, dat is in ieder geval waar ik thuis hoor. Hoe komt dat, denk je? Is dat een beetje debet aan de Telegraaf of zijn het gewoon... Ik denk dat is eigenlijk al jaren zo, dat mensen een bepaald idee hebben over de Telegraaf. En het zijn meestal de mensen die niet lezen. Maar die er wel een hele duidelijke opvatting over hebben. En die vinden het dan nodig om daar enorm op af te geven. Ja, wie niet leest is reddeloos verloren. Dus ik zou zeggen, lees eerst een stukje. Maar ik zie sowieso niet in waarom mensen überhaupt jou niet zouden geloven. Want jij bent verslaggever. Nou, ik heb ook niet de indruk dat ze mij zo in het bijzonder niet geloven. Maar kijk, dat ik word aangekondigd als rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Ja, dat is wat ik ben. Ja. Dat lijkt me logisch. Ja, ja, nee, dat klopt. Alleen als we het dan hebben over de waarde die dat vertegenwoordigt. Ja, ik zou mijn handjes knijpen met zo iemand als jij. Om de simpele reden. Ik voel ergens dat je denkt van... maar als ondernemer denk ik, ja, elke keer wordt jouw naam genoemd bij zulke talkshows. Dus dat is toch wel een... Nou ja, ze waren er in het begin, jaren geleden, toen ik voor het eerst die verzoeken kreeg, was ik zelf eigenlijk geneigd om te denken, ja, wie ben ik nou? Kijk, ik was toen ook nog niet zo heel lang bezig met rechtbankverslaggeving. Dus ik moest zelf ook nog een beetje mijn positie vinden en mijn werkwijze ontwikkelen. En dan denk je, wie ben ik om bij een talkshow dingen te gaan zitten vertellen over die zaak? Mm-hmm. Dus dat heb ik best een hele tijd afgehouden. Ja, dan werden er af en toe mensen gevraagd van wie ik dan dacht van... Oké, dit kan ik beter, want ik heb er ook daadwerkelijk bij gezeten. Ja. Dus toen heb ik een keer bedacht van, nou, ik ga het gewoon een keer proberen. En dat was bij Knevelen van de Brink. Ja. En dat beviel eigenlijk wel. Ja. Maar ook bij de krant, hoor, waren ze in eerste instantie een beetje terughoudend. Ja, tv-debuut was bij Knevelen van de Brink. Ja. Dat hebben ze toch mooi gedaan. Hoor. Ja, precies. Ja. Maar het was ook bij de krant was er een beetje... Nou, gelukkig niet. Nee. Er waren wel wat reserves op de redactie, ook bij de hoofdredactie. Omdat ze zoiets hadden van, weet je, het afbreukrisico is ook groot. Als jij daar gaat zitten schutteren of je zegt stomme dingen. Maar dit heb jij helemaal besproken met de krant, voordat je daar ging zitten? Ja, ze willen wel graag weten wat je doet. En
ze werpen er geen barricades voor op, maar ze willen wel graag weten waar je zit en wanneer en over welk onderwerp, wat ik vrij logisch vind. Maar dit, waarom zou bijvoorbeeld de krant zeggen van, de krant, weet je, alsof je het hebt over de bank, waarom zou de krant zeggen van, nee, dat gaan we niet doen. Je wil niet dat je op tv verschijnt over dit onderwerp. Iemand, mijn held, Peter R. de Vries, dat was nou iemand die tegengas gaf. Dat is mijn held en ik wil eigenlijk een club hebben die het op kan nemen. Hè? Want dat kon Peter helaas niet. Dat is natuurlijk iemand die maatwerk leverde voor bepaalde type zaken. Maar die kon niet iedereen helpen. En dat kunnen we natuurlijk bij verkeersboete.nl wel. En daarom zou ik je willen vragen om twee dingen te doen. Dus niet voor onderhandeling vatbaar, zoals juristen dat zeggen. Deel de filmpjes, like de filmpjes en abonneer je. En als je dat niet doet, dan kan je lachen. Nou, misschien omdat ze vinden dat je niet zo goed uit de verf komt op beeld. Dat kan natuurlijk. Oh, ja, en in het begin wisten ze natuurlijk niet hoe ik het zou doen. Ik wist het zelf ook niet. Het was een gok. Voor hetzelfde geld zeg je stomme dingen of raak je de kluts kwijt en zit je te schutteren. Ja, dan ben je niet... excuus. Ja. Dan ben je niet bepaald een visitekaartje. Dan rijden we even naar het tankstation. Haal ik even wat drinken. Is dat een goed idee? Ja. Gezellig. Nee, maar dat dan, op zo'n moment ben je natuurlijk niet echt een uithangbord voor de krant. Of in ieder geval niet een positief uithangbord. Dus ik kan me best voorstellen dat ook de krant zoiets had van, nou, laten we het proberen. Eerst maar eens even kijken hoe het gaat en dan beslissen we of we daar verder mee gaan. Ja. Maar eigenlijk hebben ze me er altijd vrij ingelaten en altijd gezegd van, nou, als je denkt dat je de energie nog hebt. En zijn ze niet bang dat je voor jezelf begint? Ik denk het niet, nee. En weet je, het feit, ik word natuurlijk ook uitgenodigd omdat ik ook nog een podium heb via die krant. Dus ja, je hebt nog gewoon je eigen podium inmiddels. Nou, die heb ik misschien wel ontwikkeld, maar dat was in het begin zeker niet zo. En ik denk eerlijk gezegd, als ik niet meer bij de krant zou werken, dat misschien dat podium ook wel wat kleiner zou worden, hoor. Ja? Ja, daar moet je niet op kijken. Je wordt ook uitgenodigd omdat je bij zo'n krant werkt, een grote krant. Dus dat is wel degelijk een factor van belang. Ja. Kijk, uiteindelijk gaf mijn activiteiten op Twitter gaven denk ik de doorslag voor die talkshows om me uit te nodigen. En daardoor word je zichtbaarder. Ik heb begrepen, ik heb wat podcasts geluisterd en wat interview gelezen. Daar heb je ook gezegd van, ja, ik was eigenlijk niet de eerste die daarmee begon. Nee. Maar toch heb je het gedaan. Toch dacht je van, hé, ik ga dit ook doen. Wie of wat gaf daartoe de aanleiding? Weet je dat nog? De zaak Wilders, de eerste zaak Wilders. Die met meester Moskowitz? Ja, precies, met Bram Moskowitz. Ja, dat was zo'n zaak waar heel veel belangstelling van media voor was, zowel uit binnen als buitenland. Ja. Ja, en ik werkte natuurlijk voor een ochtendkrant. En dan heb je de hele dag die zaak gehad. Daar hebben radiostations aandacht aan besteed. Het heeft in tv-nieuws, in talkshows, overal gezeten. Dus denk ik nu 10 jaar geleden of zo? 10, 12 jaar geleden? Ja, 12 jaar geleden zo'n beetje. En dan kom ik daar de volgende dag nog met een artikel over in de krant. Dus dan vraag je je toch af, wat kan ik in godsnaam voor mijn lezers hier nog aan toevoegen? Ja. En toen zei een collega van mij, waarom ga je niet twitteren? Waarom ga je niet gewoon rechtstreeks verslag doen vanuit de zittingzaal? Ja. En dan laten wij die tweets meelopen op de website. En dan heeft in ieder geval onze website heel erg actueel nieuws. Slim. Ja. En dan kun je met het verhaal kun je een andere invalshoek kiezen. Of gewoon de rode draad eruit liggen. Maar dan heeft in ieder geval die lezer van de Telegraaf website heeft het actuele nieuws. Nou, toen dacht ik, dat kan ik al licht proberen. Ja. Hij heeft een Twitter-account voor me aangemaakt. Ik had geen idee wat ik doen moest. Dus dat heeft hij voor me gedaan. En ik ben eigenlijk ik heb inmiddels door mijn volgers eigenlijk ook een beetje geleerd hoe je het moest doen. Die gaven me op een gegeven moment de instructie, als je nou een hashtag... Je moet een hashtag gebruiken. Ja. Oké, ging ik een hashtag gebruiken. En je moet zorgen dat er een spatie zit tussen de punt van je laatste zin en de hashtag. Ja, wist ik veel. Ja. Dus, nou, dat ging ik dan doen. Ja. En op die manier ben ik er een beetje mee begonnen. En in het begin was ik natuurlijk vooral een zender. Hè. Ik was al blij als ik het een beetje bij kon houden. Mm-hmm. En waar ik helemaal niet op gerekend had, was dat, afgezien van het feit dat die tweets meeliepen op de site, ook nog mensen rechtstreeks konden aanhaken als volger. Ja. En dat deden ze opeens met honderden tegelijk, tot mijn verbijstering. Ja. En ze gingen ook vragen stellen. Ja? Wel eens één? Of bedoel je meer zo'n algemeenheid? Nou, over die rechtszaak. Van, hoe zit dit? En waarom gebeurt dit zo? En ook wel eens over een portret naast mij van een oude rechtbankpresident. En dat zagen ze in beeld, want die zaak werd toen rechtstreeks uitgezonden. En wilde ze weten wie dat was. Dat soort vragen. Ja, ja, ja. En in het begin was ik al blij als ik die zaak een beetje kon bijhouden. Dus ik gaf niet meteen antwoord op dingen. Ja. Dan kreeg ik ook prompt het verwijt. Je bent alleen maar een zender. Oh, oké. Ja. Dat was dan blijkbaar iets wat niet mocht. Nee. Ja.
En toen ik daar wat meer ervaring in kreeg, toen begon ik ook wel tussendoor vragen te beantwoorden. Want ik ben eigenlijk na die zaak Wilders, dacht ik van ja, dat is natuurlijk een zaak die willen mensen rechtstreeks. Vond je het leuk om te doen op dat moment? Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. Ja. Ja. Maar wat was het, zeg maar, je bent opgeleid als verslaggever. Ja. Wat was het grootste verschil tussen de verslaglegging zoals je dat gewend bent en via Twitter? Ja, de snelheid. De snelheid. Je bent natuurlijk gewoon live verslag aan het doen. En ik ben geen notulist. Dus ik zit de hele tijd na te denken als er dingen worden gezegd in de rechtszaal. Ja. Hoe vat ik dat zo compact mogelijk samen in een korte tweet? Ja. En je hebt natuurlijk heel veel tweets tot je beschikking. Maar je moet het ook overzichtelijk houden voor mensen. Je moet het ook logisch houden. Dus ik was heel erg bezig met voortdurend nadenken over hoe ga ik dit zodanig vertalen dat het begrijpelijk is voor mensen. Ja. En dat kost best wel wat inspanning. Op zich ben ik er wel ervaren en ik heb ook bij het ANP gewerkt. Dus ik was gewend om snel en kort te schrijven. Ik heb vroeger ook kabelkranten gedaan. Nou, dan moet je ook in een heel kort tijdsbestek en heel snel en heel kort moet je nieuws samenvatten en berichten maken. Ja. Dus ja, dat was ik wel gewend. Ja. Maar een hele rechtszaak even samenvatten in tweets, dat is nog wel een uitdaging. Ja, dat was andere different cook. Dat was different cook. Bovendien was je toen ook nog beperkt in het aantal lettertekens van je tweets. 140 of zo was het. Ja, of 180 of zoiets. Ja, inmiddels is het de dubbele zo ongeveer. Ja. Maar toen nog niet. Ja. Ja. Dus dat vereiste echt wel even heel goed nadenken over hoe ga ik het nou opschrijven? Ja, en hoe ga ik het samenvatten? Ja. Nou, daar krijg je op een gegeven moment wel wat vaardigheid in. Ja, en het bleek toen ik ook over andere zaken begon te twitteren, heel erg tegen mijn verwachting in, dat mensen dat waanzinnig boeiend vonden. En gewoon ook aanhaakten voor die gewone zaken. Anders gaan we hier voor wat halen, want dat is het lokale middenstand, hè? Moeten we ondersteunen, hè? Ja, precies. Even kijken, wat wil je hebben? Watertje? Ja, oké. Moet er toch even iemand bedanken dan? Mijn collega? Nee. Wie dan? Meneer Wilders, toch? Zo kan je het ook zien. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Ik denk niet dat hij zich dat realiseert, dat hij het beginpunt was. En weet je nog hoeveel volgers je had toen met die Wilders expositie? Niet precies. Ik weet wel dat ik vanaf de redactie op een gegeven moment van die collega die had gezegd tegen mij, waarom ga je niet twitteren, het bericht kreeg van, ga door, ze haken met honderden tegelijk aan. Ja. En er kwamen ineens een stroom aan volgers. Enorm. Ja. Toch mensen die dachten van ik ga haar rechtstreeks volgen. Ja, dat is iets waar ik eerlijk gezegd nooit echt rekening mee had gehouden. Dus ik vond dat wel dat komisch. Dat het er zoveel waren? Zoveel tegelijk. En ook dat mensen daar zoveel belangstelling voor hadden. Want je barstte natuurlijk van de mensen die wel geïnteresseerd waren in de zaak. Maar die niet echt tijd hadden om die live uitzending te volgen. Ja. Ja, en dan tussendoor af en toe even tweets lezen. En die kan je ook opzij leggen. Op een gegeven moment als je geen tijd meer hebt, nou dan leg je je telefoon opzij en dan lees je later weer even. En het was ook eigenlijk een fantastische zaak om mee te beginnen. Ja, het was ook een bijzondere zaak. Nou, daarom dacht ik ook van ja, ik kan me voorstellen dat mensen deze zaak interessant vinden, maar dat vinden ze vast niet van iedere rechtszaak. Maar dat bleek dus een vergissing. Want toen ik eenmaal begon te twitteren over andere rechtszaken, toen bleef dat aantal volgers groeien. Bij iedere zaak kwamen er weer meer mensen bij. En dat, of het nou kleine zaken waren of grote zaken waren, dat bleek er helemaal niet toe te doen. Dus je bent eigenlijk altijd wel bij een rechtszaak om daarover te twitteren? Ik ga altijd twitteren, ja. Ja? Ja, ja. Ik kan het ook niet laten meer, want ik heb soms wel eens, weet je, als ik een zaak heb waar helemaal geen andere collega's bij zitten, dan heb ik soms de neiging om te denken van ja, dit is er wel eentje die ik exclusief voor de krant kan hebben. Dus als ik mensen nu alert maken op die zaak omdat ik ga twitteren, dan komen er straks nog andere collega's binnen. Ja. Maar weet je, dan is zo'n zaak begonnen en dan worden weer allerlei dingen gezegd waarvan ik denk, oh, dit is gewoon te mooi. Dit moet ik gewoon vertellen. Ja. Nou, kun je een voorbeeld van geven? Nou, eigenlijk meestal is dat bij zaken waar de verdachte opeens heel openlijk gaat vertellen over wat hij heeft gedaan bijvoorbeeld. Nou, één voorbeeld. Daar was ik niet alleen hoor, dus dat maakte op zich niet zoveel uit. Maar de zaak van Bart van U, de man die is veroordeeld voor de moord op oud-minister Els Borst. Uh-huh. En moord op zijn zus. Die heeft heel lang ontkend. We hebben talloze proforma-zittingen gehad waarbij... Wat is een proforma-zitting? Dat is een inleidende zitting. Dan wordt er gekeken naar hoe ver is het onderzoek, wat moet er allemaal nog onderzocht worden. Beetje administratie. Weet je wel. Ja. En dan moet worden besloten of iemand nog langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Volgens de wet moet je om de 3 maanden als verdachte, als je vastzit, voor de rechter worden gebracht. Ja.
Dus om de 3 maanden kwam die man voor de rechter, maar er kwam eigenlijk nooit een zinnig woord uit. Hij was psychisch duidelijk enorm in de war. Ja. En er kwam sowieso geen bekentenis uit. Dus nee. De laatste zitting, pro forma zitting, voor de inhoudelijke behandeling. Mm-hmm. Ja, dat is dan zo'n zitting waarvan iedereen denkt, hier komt toch niks meer uit. En de inhoudelijke behandeling begint volgende week, dus daar hoeven we niet naartoe. Mm-hmm. En ik zat daar samen met iemand van het ANP als enige. Laat u nou bekennen, is die zitting. Ja. En dat kwam zo, als een donderslag bij heldere hemel. Werd even geschorst daarna. Daarna werd de zitting hervat. Ja, en na die schorsing zat de zaal natuurlijk vol. Ja. Omdat ze van mij een tweet hadden begrepen van, hier is iets aan de hand. Ja. Dat is wel uniek dat je zulke berichten dan als eerste eigenlijk wereldkundig maakt. Ja, precies. Ja. En heb je dan ook echt het idee van, hier gaat nu echt wat gebeuren? Ja, zeker. Ja, op dat moment wel, ja. 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 Ja, dat was heel uniek. Niemand verwachtte dat hij tijdens een laatste inleidende zitting opeens een bekentenis zou afleggen. Ja. Maar dat deed hij wel. Want eigenlijk zijn die zeg maar Marengo en dat soort processen, daar weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat worden meerdere eisen van levenslang. Ja, en de verdachten gaan waarschijnlijk zwijgen. Dat doen ze sowieso. Marengo loopt natuurlijk al 2 jaar. Ja. En er wordt alleen maar gezwegen. Nee, maar ik bedoel meer in de zin van, zonder al te zeer een oordeel te geven, maar laten we zeggen, de professionele verdachten, zeggen niks. Die zeggen vaak niks. Ja. Nee, om die reden moet ik eerlijk bekennen dat ik dat soort zaken ook veel minder interessant vind voor de verslaggeving. Want kijk, het gaat wel over heel grote dingen. Het gaat over meerdere moorden, het gaat over enorm omvangrijke drugshandel. Mm-hmm. Het gaat om een criminele organisatie die gewoon bezig is met het plannen van liquidaties. Ja, precies. Dus ja, het gaat over enorme dingen. Alleen ja, je hebt te maken met verdachten die zich 9 van de 10 keer op een zweefrecht beroepen. Ja. Die zeggen niks. Ja, dat valt ook niet veel te tweeten. Het is lastig. Ja, wat de advocaten daarover zeggen. Ja, precies. Ja. Maar dan zit je te luisteren naar een monoloog van de rechtbank, een monoloog van de officier van justitie en een monoloog van de advocaten. Ja, ik vind dat minder interessant. Ja, de dynamiek tussen een verdachte en een rechtbank die is er niet. Nee, precies. Die is er niet. Nee, heel af en toe is die hier. Er zit 1 verdachte in die zaal die iedere keer ontzettend opgewonden raakt als de kroongetuige aan het woord is. Want dat waren vroeger vrienden. En nu zijn het gezworen vijanden. Want die kroongetuige wordt natuurlijk gezien als een verrader. Ja. En die dynamiek is nog alles stevig. Dat knettert. Ja. Maar als je dat vergelijkt met een zaak zoals die tegen Willem Holleder. Ja, dan heb je te maken met een verdachte die 100 uitpraat. Die enorm goed is voorbereid op zijn eigen zaak. Die op iedere vraag een antwoord heeft. En die ook nog eens onmiskenbaar gevoel voor humor heeft. Ja, ja, ja. En je hebt te maken met van die knetterende momenten als hij geconfronteerd wordt met zijn zus Astrid in de getuigenkabine. Die ook advocaat is. Die ook advocaat is. En die natuurlijk tegen hem is gaan getuigen. Samen met haar tweede zus Sonja. Ja. En samen met een ex-vriendin van Holleder, Sandra den Hartog. Ja. Nou, die 3 vrouwen die zijn cruciaal voor deze zaak gebleken. En op het moment dat die in de getuigencabine zitten, dan ontploft Holleder. Dan zie je een man met 2 gezichten. Kijk, die man die kan ongelooflijk charmant zijn en heel humoristisch. Ja. Maar op het moment dat een van die vrouwen in de getuigencabine zit, met name Astrid, dan ontploft die. En dan voel je de woede en de haat en de, dat spat er vanaf. Daar is niks aan gespeeld. Ook van de kant van Astrid. Nee, daar is niks aan gespeeld. Dat is echt. Ja, daar ben ik toch altijd wel bang voor bij dat soort professionele verdachten. Dat zijn natuurlijk gewoon ook hele goede acteurs. Ja, en dat is hij ook. Ik denk eerlijk gezegd dat hij in eerste instantie bij de rechtbank ook dacht dat hij een klik had met de rechtbankvoorzitter. En dat in zijn voordeel kon uitpakken. Ja. En ze deelden onmiskenbaar eenzelfde gevoel voor humor. Ja. Ook die voorzitter was een man met enorm veel humor. Dus daar werd af en toe vreselijk gelachen in die zaal. Ja. Klinkt een beetje vreemd, want het ging natuurlijk ook over meerdere moorden. Ja. Maar toch werd er ook gelachen in die zaal. Ja, maar hij heeft hem toch levenslang veroordeeld. Hij heeft hem wel toch levenslang veroordeeld, ja. Dus ja, en ik dat denk dat dat hem heel koud op het dak viel, ja. Ja. Heb je ook nog gezien wat Sander Jansen in hoger beroep heeft gedaan? Dat hij dus een hele grote, een hele lange brief heeft geschreven? Ja. Ja, die zaak was in hoger beroep ook weer interessant. Omdat we allerlei getuigen hebben zien langskomen. En dat is ook niet gebruikelijk in de meeste zaken. Die worden meestal achter gesloten deuren gehoord. Ja, oké. Okay, maar Sander Jansen heeft, voordat hij zeg maar hoger beroep instelde, advocaat van Willem Holleder, heeft hij een brief geschreven. Ja, ik noem dat dan een brief. Dat heet dan formeel een hoger beroepschrift. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon een brief waarin hij uiteenzet wat hij vindt van
stoere rechters. Ik weet niet, ken je die brief? Heb je, ja, het is alleen lang geleden alweer. Ja, een paar jaar geleden, maar ik heb het wel gelezen toen. Ja. Het lang verhaal kort is dat hij eigenlijk zegt... er is een tendens in Nederland gaande bij de rechterlijke macht om, ik paraphraseer het even, te snel de kant te kiezen van het Openbaar Ministerie en eigenlijk te hoog te straffen. En dat gevoel leeft bij meerdere advocaten, hoor. En ja, dat leeft bij veel advocaten die met name dat soort verdachten bij staan. Ja, er is de laatste jaren nog nooit zoveel levenslang uitgedeeld als de laatste jaren. Alleen, je moet ook kijken naar de type zaken. Er zijn nog nooit zoveel van dit soort grote zaken geweest waarbij hoofdpersonen binnen criminele organisaties, althans verdacht daarvan, terecht stonden. Ja. Ja, dat dan ook rechters hoger in de boom gaan zitten, dat is natuurlijk logisch. En ook het Openbaar Ministerie. En eigenlijk zijn we jarenlang een beetje blijven hangen in de sfeer van de uitvoerders van liquidaties. Maar ze kwamen nooit bij de opdrachtgevers. Ja, en nu wel. En nu zijn ze bij de opdrachtgevers uitgekomen via kroongetuigen en via afgeluisterde berichten die via die Pretty Good Privacy telefoons zijn uitgewisseld. Ja, dat dan de straffen ook hoger worden, dat is op zich niet zo gek. En sowieso, hoor, zie je wel een verharding. Je ziet ook dat er hogere straffen worden uitgedeeld. En ik denk toch dat rechters zich er heel erg van bewust zijn dat zo langzamerhand die georganiseerde criminaliteit zo'n factor van belang is geworden en zoveel invloed heeft en zoveel touwtjes in handen heeft, dat je daar echt alleen maar op kunt antwoorden met harde straffen. Dus jij zegt het heeft te maken met de aard van de zaak en niet zozeer met de verschillende opvatting die er mogelijk zou kunnen zijn van de rechter. Het is misschien een combinatie. Het kan best zijn dat rechters ook harder zijn gestraft, omdat ze denken, ja, we kunnen wel weer 10 jaar gaan opleggen, maar dan komen ze over 10 jaar op straat en gaan ze gewoon vrolijk weer verder. Ja, toch zijn er ook heel veel mensen die, met name in de strafwetenschap, die dan zeggen van, ja, zwaarder straffen, dat heeft toch geen zin. Het heeft zin natuurlijk als je iemand levenslang opsluit, want dan heb je die mensen van de straat. Dan kunnen zij in ieder geval niks nieuws meer doen. Precies. Als je de illusie hebt dat mensen beter worden van een gevangenisstraf, dan kom je bedrogen uit. Ja, dat want geloof ik ook dat al. Zal nooit gebeuren. Nee. Er wordt wel eens gezegd dat gevangenissen de hogescholen voor de misdaad zijn. Ja, want je komt daar natuurlijk met soortgenoten. Exact. Je legt contacten daar. En dat blijkt ook heel vaak tijdens zaken dat mensen die op een gegeven moment opnieuw in de verdachtenbank belanden, heel vaak nieuwe contacten hebben opgedaan in de gevangenis. Ja, daar vloeien dan weer nieuwe misdrijven uit voor. Dus in die zin, mensen komen er nooit beter uit. Maar je moet je niet vergissen. Maar wat moet je dan doen? Nou ja, weet je, straffen is ook voor een deel natuurlijk vergelden van een misdrijf. Het in een gevangenis zetten van iemand heeft niet tot doel iemand er per definitie beter uit te laten komen. Je hoopt het misschien wel, maar het is niet altijd zo. Maar het is ook vergelding. Ja. Je hebt iets vreselijks gedaan en daar heb je gewoon voor te boeten. Dat is natuurlijk toch een essentieel onderdeel van een straf. Ja, interessant, hè? Ik moet even van bijkomen als ik dat allemaal hoor. Ja, ik doe gewoon verkeersboetes. Ja, dat is anders. Ja. En dit is ook precies de reden waarom ik verkeersboetes ben gaan doen. Ja. En niet, zeg maar, dit soort grote zaken. Want dat zou mij zo wakker houden. Ik zou dat allemaal niet kunnen verwerken. Nou ja, het is ook veel. En ik wil ook winnen. En als het dan niet lukt en ik hoor levenslang, poeh. Ja, ik denk dat in heel veel zaken weten advocaten van tevoren dat ze het pleit waarschijnlijk niet gaan winnen. Ja. Ze hopen het natuurlijk wel. Ze zullen alles uit de kast trekken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En ze zullen het Openbaar Ministerie blijven aanspreken op fouten die ze zien, op regels die niet zijn gevolgd. Want ook bij het Openbaar Ministerie zie je natuurlijk een zekere verharding. Hè? Er is steeds meer sprake van afluisteren, van tappen van gesprekken van verdachten, van het ophangen van camera's. Ja, dat advocaten dan gaan kijken van is dit allemaal wel volgens de regels gebeurd, is natuurlijk wel logisch. Hè? Je wilt niet in een politiestaat terechtkomen. Nee, maar daar moet ik Sander Jansen dan wel gelijk in geven. Want wat je dus ziet, is dat die formele vereisten die er eigenlijk zijn om te voorkomen dat we in een politiestaat gaan leven, die worden toch zeer regelmatig, zowel door verbalisanten als het Openbaar Ministerie, niet met de vereiste mate van zorgvuldigheid in acht genomen. Nou ja. Maar het heeft geen consequentie. Het heeft bijna geen consequentie. Nee, dat klopt. Dus en dat is wel de kritiek die bijvoorbeeld Sander Jansen en ook andere advocaten hadden. Kijk, normaal was het zo dat als regels niet werden nageleefd, als het Openbaar Ministerie iets had gedaan wat eigenlijk niet mocht, dan had dat gevolgen voor bijvoorbeeld de straf die werd opgelegd. Precies. Dan werd daar een minder hoge straf opgelegd. Ja.
Ja, en nu merk je dat rechters toch strenger zijn geworden en zeggen van ja, als we kijken naar het andere bewijsmateriaal, als we kijken naar de zwaarte van de misdrijven, dan vinden wij niet dat dit consequenties moet hebben. Ja. En dat kan een gevaarlijke ontwikkeling zijn. Ik heb bij een zaak gezeten waarin bijvoorbeeld iemand zogenaamd werd ontvoerd. Dat was ook een wat kleinere verdachte binnen een criminele organisatie. Mm-hmm. Die is ontvoerd. Hij dacht door leden van die criminele organisatie die hem iets wilden aandoen, omdat hij mogelijk had gepraat met de politie. Wat maak jij mee? Het bleken undercover agenten te zijn. En die undercover agenten, die hebben hem, eigenlijk door hem enorm onder druk te zetten, allerlei uitspraken ontlokt die vervolgens zijn gebruikt in die rechtszaak. Heel recent, dat is minder dan twee jaar geleden geweest, in de zaak van dat fruitimportbedrijf in Hedel. Oh, in Brabant. Exact. Oh, ja, nee. Nou, daar is dus iemand. Dat heb ik gelezen. Men was ook behoorlijk wanhopig, want die aanslagen op personeelsleden, op de familie van. Dus er waren hier agenten, undercover-agenten, die hebben de verdachte. Een verdachte in die zaak. Een verdachte. Ja. Ontvoerd. Gewoon van de straat geplukt. Ja. In een busje gesleurd. Zo. Die man die was natuurlijk doodsbang. Zo. En die dacht dat hij te maken had met criminelen die een appeltje met hem te schillen hadden. Ja. En die heeft dus bepaalde dingen verteld die zijn gebruikt in die strafzaak. Alleen, of dat hele undercover traject wel volgens de regels was gebeurd, viel niet meer te controleren. Want officieel moet je dus van zo'n undercover traject moet je filmopname en geluidsopname maken om te kunnen beoordelen later of agenten niet over de schreef zijn gegaan. Is die man misschien mishandeld? Precies. Is hij misschien zo onder druk gezet dat gewoon ontoelaatbaar is. Dat hij zijn moeder zelfs zou hebben verraden als het erop aankwam. Ja, nee, precies, precies. Kijk, als dat soort dingen gebeuren, dan ga je dus over de schreef. En dat moet je kunnen controleren. Mm-hmm. Nou, in dit geval werd er gezegd van we hadden geen tijd om microfoons in dat busje te installeren en camera's en zo. Dus dat viel niet meer te controleren. Mm-hmm. Ja, daar kun je toch je vraagtekens bij plaatsen. Want er was een week de tijd om dat te doen, bleek tijdens de behandeling van de zaak. Maar ze hadden het niet gedaan. Ja. En dan denk je toch van hebben ze iets te verbergen? Is daar toch iets gebeurd in dat busje? Dus je moest het eigenlijk alleen doen met het procesverbaal van die agenten. Ja, dus die hebben niets meer te controleren. Die hebben waarschijnlijk een heel, in hun geval, gunstig PV opgetikt. Precies. Kijk, en misschien is het wel volgens de regels gegaan, maar je kunt het niet meer controleren. En wat is er uiteindelijk uitgerold? Wat heeft die rechter gedaan? Nou ja, de rechter heeft toch gezegd van, als ik me goed herinner, heeft hij in dit geval ook gezegd van, het is niet gegaan zoals het zou moeten. Ja. Ik geloof dat het voor deze verdachte wel een klein beetje consequenties heeft gehad in de zin van een lichtere straf, maar dat weet ik niet eens meer helemaal zeker. Ja. Maar geen grote consequenties, dus dat procesverbaal is gewoon gebruikt. Ja. Ook al hebben advocaten dat aangevochten en gezegd van dit kan gewoon niet. Dit is zo niet te controleren. En de afspraak is nou eenmaal, het moet controleerbaar zijn. Van het eerste moment tot het allerlaatste moment. Ja. En je mag dus niet zomaar zeggen van je moet blind varen op een procesverbaal van de agenten. Want ook die kunnen er een bepaald belang bij hebben om bepaalde dingen niet op te schrijven. Ja, en als ik ook zie hoe moeilijk het soms is om zo'n procesverbaal onderuit te krijgen. Ja. Want eigenlijk de standaardoverweging die je zowel in die verkeersboetezaken, maar ook in de normale strafrechtpraktijk ziet, is we hebben geen reden om te twijfelen aan het procesverbaal en et cetera, et cetera, et cetera. Dat is wel grappig om te vertellen misschien dat de Nestor van de rechtbankverslaggever Jacques van Veen, hij is helaas overleden, die heeft dus ooit een zaak beschreven waarin een politieagent in de verdachtebank zat. En op een gegeven moment zei de rechter tegen deze man van wij hebben eigenlijk geen reden om te twijfelen aan het procesverbaal van de agenten die hebben opgeschreven. Ja. Waarop die agent in de verdachtebank zegt, beste rechter, ik heb heel jarenlang zelf dat soort processenverbalen opgemaakt. Ja. Ik kan u verzekeren, daar klopt lang niet altijd wat van. Dus dan horen we, het is van de insider. Het is natuurlijk een ambtenaar in functie. Iemand die gezworen heeft de rechtsstaat te dienen en zo. Maar ook dat zijn mensen. En ook dat zijn mensen die misschien te veel uit de kast halen om misdrijven te willen oplossen. Ja, ik weet niet of soms over de schreef gaan. Ik weet niet of die agent nog op dat moment in functie was. Want ik heb dus een zaak van van iemand die werkt bij de mobiele eenheid. Mm-hmm. En die is die is beboet omdat hij te hard zou hebben gereden. Ja. Nou, een heel lang verhaal en zo. Maar ik heb toen tegen hem gezegd,
Jij moet ook gewoon op Amstel verklaren dat je niet te hard hebt gereden. Ja, maar als je verdachte bent, dan ben je geschorst. Nee, maar dat is verdachte. Dat met die boetes werkt dat. Ben je niet een verdachte, maar een betrokkenen. Okay. En dat heeft ook geen enkele consequentie. Nou ja, dan heb je wel twee ambtsedige verklaringen tegenover elkaar. Ja, dan kun je inderdaad afvragen, wat gelooft de rechter? Maar hij wilde dat en niet wat doen. Gebeurde? Oh, hij wilde dat niet. Nee. Ik was wel benieuwd naar de afloop, maar ja, heeft het niet gedaan. Nee. Maar ook andere functionarissen die bij de overheid werken, die hebben ook allemaal een ambtseed. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel interessant wat je daar dan mee zou kunnen doen. Maar point being lijkt me meer van, jongens, ik denk niet dat we naar de situatie moeten gaan van, oh, dit is ambtseed, nou prima, weet je, we geloven. En dat geloven we. Nee, nou ja, dat is precies wel de reden waarom er regels voor zijn. Waarom bijvoorbeeld bij dat tappen en zo'n ontvoering door undercover agenten wordt gezegd, dat moet controleerbaar en verifieerbaar zijn. We moeten gewoon weten of hier niet mensen op een ontoelaatbare manier zodanig onder druk zijn gezet dat ze alles zouden verklaren. Ja, maar dan moet de rechter ook een beetje doorpakken. Die Mr. Big methode, heb je daar wel eens van? Nou ja, dat is een methode waarbij undercover agenten dus inderdaad eigenlijk proberen iemand, een verdachte, een worst voor te houden. Door hem te zeggen van, hey joh, als jij dat misdrijf bekend, dan spiegelen we jou een prachtige toekomst voor binnen onze organisatie. Dan garanderen we jouw werk. Maar je moet wel eerst eventjes schoon schip maken. Mm-hmm. Nou, dat is nou in verschillende zaken is dat toegepast. En wat gebeurt er dan? Die krijgt natuurlijk helemaal niks. Nou ja, nee, uiteindelijk niet. En dan blijkt natuurlijk dat die zogenaamde criminelen die jou schoon schip willen laten maken, dat blijken dan undercover agenten te zijn. Ja. En die bekentenis van jou, die wordt vervolgens ingebracht in de strafzaak en dan dreig jij veroordeeld te worden. Dus die Mr. Big methode ligt enorm onder vuur. En daarvan is ook in één zaak in ieder geval al gezegd van, deze man is gewoon in de val gelokt op een ontoelaatbare manier. Ja. En dat mag niet. Maar er zijn meer zaken waarin die methode is toegepast, waarin ook niet meer te controleren viel of dat op een goede manier gebeurd was. Ja. Waarin hij nog wel overeind is gebleven. Ja? Dus het speelt gewoon in meerdere zaken. En undercover trajecten zijn natuurlijk verdomde lastig om te controleren. Ja. En toch moet dat. Het moet controleerbaar zijn. Ja. Hoe ingewikkeld ook. Ja. Ja, ja, en dat zijn gevechten die maak je wel steeds meer mee in de rechtbank. Dat advocaten zeggen van, ja, hier zijn gewoon regels geschonden. En het Openbaar Ministerie neemt ons de maat, hè, als burgers. Ja, precies. Ja. Maar zou zich dan vervolgens zelf niet aan de regels houden. En dat kan niet. Nee. Nou ja, goed, met de mate waarmee je meet, word je medegemeten, hè? Ja, precies. Ja. Nou ja, regels gelden natuurlijk niet alleen voor burgers, maar ook voor instanties. Ja, maar ik denk toch dat ook de rechterlijke macht op dit punt ook haar tanden moet laten zien als het dan echt een keer goed misgaat. Bijvoorbeeld in dat verhaal van dat busje. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een kolder verhaal van die agenten. We konden net, hier, kijk eens. Ja. Ik had ze graag geholpen. Ja. Nou ja, precies. Ja. Het kon ook makkelijk. En als je het echt heel belangrijk vindt, dan kun je dat ook snel doen. En het bleek tijdens de zaken ook mogelijk. Ze hadden een week om dat te doen. Nou, sorry hoor, maar zo knullig kunnen ze niet zijn dat ze dat in een week niet voor elkaar krijgen. Nee, die hadden daar gewoon geen zin in. Het was gewoon een raar verhaal. Ja, het was een raar verhaal, ja. Ja, en het is inderdaad zo dat rechters toch wat minder snel de neiging hebben om dat af te straffen. En misschien ook wel, ook vanuit de gedachte van, hier is natuurlijk sprake van een reeks aanslagen op onschuldige mensen. Er zijn al bijna doden bij gevallen. Ja. Twee mannen, twee broers die uit hun huis, hun brandende huis moesten springen om het vegenlijf te redden. Ja. Die psychisch maar ook lichamelijk daar nog steeds de gevolgen van dragen. Ja. En talloze andere mensen die gewoon bedreigd worden. Die granaten in hun brievenbus vinden. Die te maken hebben met dreigbrieven, met explosieven voor hun woning en zo. Dus ja, de drang om die zaak te willen oplossen was natuurlijk ook waanzinnig groot. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment de neiging hebt om te denken, nou, we gaan gewoon wat proberen. En als dat ertoe leidt dat die aanslagen ophouden, zoveel te beter. Maar ja. Wat vind jij van de kwaliteit van zeg maar, de verbalisante agenten, opsporingsinstanties in het algemeen? Nou ja, dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Hoezo? Omdat wij eigenlijk alleen maar... Sorry. Wij krijgen eigenlijk alleen maar uitrekseltjes te horen tijdens de zaak. Want die agenten verschijnen niet? Nee. Dat is ook eigenlijk heel raar. In Amerika is dat niet helemaal niet gebruikelijk. Dat is in heel veel landen is het zo dat agenten gewoon moeten komen vertellen wat ze allemaal hebben gehoord. Maar dat is mijn stokpaardje altijd wel. Als ik voor gezelschappen van rechters, een advocaat of een officier een verhaal moet houden, dat die rechtspraak in naam wel openbaar is in Nederland. Maar in werkelijkheid niet zo erg hoor.
de deur staat altijd maar op een kiertje. Nou, weet je, wat bedoel je daarmee? Binnen de rechtspraak hebben ze het gevoel van, wij zetten toch de deuren open. Ja. Iedereen kan toch een zaak bijwonen. Ja. Maar als je nagaat wat er allemaal achter gesloten deuren aan vooraf gaat, alle getuigen worden gehoord achter gesloten deuren bij de rechtercommissaris. Ja. Het deskundige onderzoek vindt plaats achter gesloten deuren. Wij krijgen hooguit een samenvatting van het rapport dat ze opmaken. Als je mazzel hebt, worden ze opgeroepen tijdens de zitting. En dan doen ze het uitgebreider. Ja. Maar ook heel vaak niet. Ja. Wapendeskundigen worden gehoord achter gesloten deuren. Wapendeskundigen. Bloedspoordeskundigen doen hun onderzoek en brengen verslag uit. Maar daar krijgen we ook maar zo'n snippertje van te horen. Ja. Dus ja, eigenlijk is wat je hoort tijdens de zitting maar zo'n compacte samenvatting van alles wat eraan vooraf is gegaan. Ja. Dat die openbaarheid eigenlijk best wel tegenvalt. Nou, ik heb zelf, denk ik, inmiddels 60.000 procedures gevoerd. 60.000. Dus wij doen zoveel van die verkeersboetezaken. En ik denk dat ik in... Nou, dat is misschien wat veel. Ik denk in 50 gevallen had ik dossiers waar de agent... Jongens, agenten doen ook fantastisch werk. Een van mijn beste vrienden is agent. Dus, maar aantoonbaar hadden gelogen. He, dus ik had dashcambeelden waaruit gewoon blijkt... Ja, het verhaal klopt helemaal niet anders. Van die agent. Ja, het zit anders, weet je. En als je natuurlijk zoveel procedures doet, zit er altijd wel een keer iets tussen. Ja, tuurlijk. En daar varen wij natuurlijk ook op. Die pikken we eruit en die belichten we dan ook heel erg uit. Maar dat ik zei, ja, roep hem maar op, die agent. Ja, haal hem hier erbij, dan kunnen we het vragen hoe het zit, toch? Ja. En weet, is je dat hoe, weet je hoe vaak rechters zijn mee zijn gegaan? Nee. Nou, wat denk je? Nul keer. Ja. Ze gaan er gewoon niet in mee. Alsof maar die dashcambeelden, hebben die wel de doorslag gegeven? Ja, dan gaan ze wel over tot vernietiging van de sanctie. Ja. Dus ik heb gekregen wat ik wil. Kijk, wat ik dan heel graag zou willen weten is... of dat voor die agent in kwestie intern nog gevolgen heeft gehad. Ja. Heeft de korpschef gezegd van... joh, ik lees hier dat jij gewoon gelogen hebt. En dat heeft consequenties. Nee. Kijk, en bij die boetes is het eigenlijk heel simpel. Als zo'n boete wordt vernietigd... dan krijgt het CIB en het CVOM... die krijgen een afschrift. CIB gaat over de terugbetaling. CVOM leest die uitspraak en past die toe. Mm-hmm. En die agent hoort er nooit meer wat van. Nee. Wat er ook gebeurt. Ja, dat is toch gek. Tenzij ik een klachtenprocedure zou starten bij de korpschef. Waar ik geen toevoeging voor krijg of geen vergoeding. En ook mijn cliënten zien dat vaak niet zitten. Want die denken van ja, ik hoef die boete niet te betalen. Ik vind het goed zo. Ja. Maar soms heb ik wel echt zitten twijfelen van ja, dit is wel echt heftig. Maar ik noteer het natuurlijk wel. Want ik zie diezelfde verbliezant weer in een andere zaak. Ja, precies. En dan weet je dus ook dat je misschien even... Dus ik hou het wel als munitie achter de hand. Nou ja, weet je, wij hebben natuurlijk ook de zaak Mitch Henriques gehad. Die ken Antilliaan, ik ook. Ik kom uit Den Haag. Ik kijk uit op het Zuiderpark. Nou ja, dus dan weet jij er alles van. Ja, dat was wel heel... Daar moesten dus ook twee agenten voorkomen van meerdere agenten... die de man zo zwaar hadden te grazen genomen... dat hij uiteindelijk aan de gevolgen is overleden. Ja, precies. En dan merk je dus ook dat er verklaringen worden afgelegd... door sommige agenten waarvan je denkt, ja, jongens... je kunt dat wel zeggen, maar er zijn zoveel filmbeelden van. Het klopt gewoon niet. Nee. Ze hebben hem op een gegeven moment in zo'n busje gesleurd. Zijn met hem gaan rijden. Hebben niet meteen hulp ingeroepen. Dat hebben ze pas gedaan toen ze op het politiebureau waren. En die man die is gewoon overleden. Ja. Aan de gevolgen van die mishandeling. Ja. Ja, dan kun je natuurlijk heel veel roepen over dat hij heeft gezegd dat hij een wapen bij zich had. Hij had toen hij dat zei zijn hand bij zijn kruis. Ja. Nou, ik snap zelfs wat ze daarmee bedoelen. Dat zou de agenten dan misschien ook moeten snappen. Oh ja, leg uit. Hij was een beetje vervelend. Hij had een slot te veel op. Ja, maar het was een festival. De manier waarop hij werd aangepakt, dat ging alle perken te buiten. Ja. En dan merk je dus wel dat die agenten toch aan alle kanten in bescherming worden genomen. Hun identiteit blijft anoniem, dus de familie weet niet met wie ze te maken hebben. Je ziet ze niet zitten in de rechtszaal, ze zitten in een cabine, hun stemmen worden vervormd. Ze hebben peperdure advocaten die echt mega declaraties indienen voor hun werk. Ja. En uiteindelijk komen ze er vanaf met een straf waarvan ik dacht, nou sorry hoor, maar ja, deze mensen is dus overduidelijk de hand boven het hoofd gehouden. Ja. En dat vergroot het vertrouwen in de rechtsstaat. Kan ik een hoogleraar? Mm-hmm. En ik ga zijn naam niet noemen, want het was echt in een intieme setting dat hij dat deed. Hoogleraar bestuursrecht, dat kan ik dan nog wel zeggen, want daar zijn er meerdere van. Mm-hmm. Hele goede advocaat. En hij zei, rechters zijn bange mensen, zei hij. Waarom zei hij dat? Nou, omdat rechters zijn bange mensen om... Ja, kijk, als je echt lef hebt, weet je wel, en je wil echt strijden, ja, dan word je advocaat. Of niet? Nou, weet ik niet. Nee? Nee, ik heb eigenlijk regelmatig dat ik denk, ik zou niet graag in de schoenen van die rechter staan. Want kijk,
De advocaat, dat is helder. Jij hebt één taak en dat is gewoon jouw cliënt bijstaan. Je bent partijdig en dat hoort zo. De officier van justitie, die gaat de strijd aan, want die sleept iemand niet voor niets voor de rechter. Die denkt gewoon van oké, wij hebben genoeg bewijs om deze persoon te kunnen veroordelen. En die rechter die moet dan vervolgens op basis van al die, nou eigenlijk toch wel een beetje gekleurde informatie over en weer, een oordeel vellen. Nou, dan ben je geen bang mens hoor. En ik zie de laatste jaren eigenlijk. Ja, hij moet een oordeel vellen. Hij kan niet zeggen, ik weiger het. Nee, maar ze doen het ook. En ze schrikken ook niet terug voor het uitdelen van levenslange straffen. En dat is nogal een verantwoordelijkheid die je hebt, hoor. Ja, dat is ook waar. Maar is het niet soms veel moeilijker om niet te straffen? Dat zie ik ze ook doen. En ik zie ze ook vaak zoeken naar alternatieve wegen. Zo van deze man verdient misschien straf, want het is een misdrijf wat hij heeft gedaan. Maar wordt hij daar beter van? Wordt de maatschappij daar beter van? Je ziet ze heel vaak zoeken naar een alternatieve manier om iemand wel te straffen, maar ook op zo'n manier dat iemand uiteindelijk ook weer deel kan nemen aan die samenleving op een veilige manier voor zowel die verdachten als nabestaanden en andere burgers. Alleen ze zitten natuurlijk ook in dat keurslijf van de wet, hè? Ze kunnen niet zo heel veel alternatieve dingen doen. Daar wordt wel naar gezocht. En sommigen zijn waanzinnig creatief daarin. Maar ja, ze zitten wel met die wet moeten toepassen. Ik zeg wel eens, weet je, rechters kunnen alles. Nee. Ik heb zelf... ze zitten in dat keurslijf. En daar kunnen ze niet van afwijken. Nou, kijk, je kunt natuurlijk... Ik heb het gezien hoor, dat ik een hele duidelijke wet had. Iets heel grappigs kun je verzinnen. Maar ja, als dat vervolgens sneuvelt bij in hoger beroep of bij de Hoge Raad... Ja, leuk. Wat heb je daar dan aan? Nou kijk, de Hoge Raad doet sowieso wat hij wil. He? Dus ook al heb je een hele duidelijke... Want de Hoge Raad heeft te maken met de wet. Ja, maar kijk, de wet is niet in beton gegoten. Nou, in sommige opzichten wel hoor. Daar kun je moeilijk van afwijken, ja. Kijk, en die rechters die zijn er natuurlijk wel om die wet toe te passen. Hè? Niet om er per definitie van af te wijken. Maar je ziet ze wel in de praktijk zoeken naar mogelijkheden om binnen de grenzen van die wet iets anders te verzinnen. En ja, binnen het strafrecht is dat vaak wat lastiger. Ik denk dat je dat binnen het civiele recht wat makkelijker kunt. Tuurlijk kijkt die rechter naar de wet. Daar is die voor, daar wordt hij voor ingehuurd. Ja. Maar wat je ziet, zeker de afgelopen 10, 15 jaar... is dat de rechter toch door middel van interpretatie van de wet... en ook hogere regelgeving, zoals bijvoorbeeld Europese regelgeving... Mm-hmm. Uitspraken doet die je niet kan doen met een letterlijke lezing van de wettekst. Nee, ja, dat heet dan jurisprudentie. En dat kan gehonoreerd worden tot in hoogste instantie. Ja. En het kan ook sneuvelen in hoogste instantie. Maar goed, als rechters, meerdere rechters, voortdurend het gevoel krijgen van... Ja. Er wringt hier iets, ja, wij gaan iets anders doen... Ja. Nou, dan is dat een signaal aan de wetgever om die wet te veranderen. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat de wet altijd voorop loopt. Wetten lopen altijd achter. Ja. Want die worden, daar gaan jaren overheen voordat er een keer een wetswijziging komt. Rechters hebben wel degelijk een belangrijke rol daarin. Ja. Maar het staat ze natuurlijk niet vrij om voortdurend alternatieve dingen te verzinnen. Nee. Zo makkelijk ligt het ook weer niet. Maar een voorbeeldje is bijvoorbeeld het opleggen van levenslang. Daar zijn rechters in een bepaalde periode heel terughoudend mee geworden. Omdat levenslang in Nederland echt levenslang was. En wij door het Europees Hof eigenlijk continu op de vingers werden getikt. Er werd voortdurend gezegd dat is onmenselijk. Ja. Mensen moeten gewoon ergens licht aan de horizon zien schijnen. En wat Nederland doet is gewoon in strijd met die menselijkheid. Dus dat mag niet, Nederland. Doe er wat aan. Ja, maar de facto verandert niet. Nederland kwam niet snel genoeg in actie. Ja. Dus hebben rechters op een gegeven moment gezegd, letterlijk gezegd tijdens uitspraken, wij leggen geen levenslang op om die reden. Nou, toen pas kwamen ze in Den Haag in beweging. En hebben ze dat toetsmoment ingevoerd na 25 jaar. Of dat uiteindelijk gaat leiden tot een heel groot verschil met de oude praktijk, dat moeten we nog maar afwachten. Dat is zeer de vraag. Ja. Want ja, dat toetsmoment, dat kan straks ook een papieren tijger blijken te zijn. Maar is dat een onafhankelijke rechter die dat uiteindelijk gaat toetsen of is dat de minister? Of... Nee, dat is de minister. Ja. En dat is de grote kritiek op die wet ook. Dat eigenlijk zou dat een onafhankelijke rechter moeten zijn die daarover beslist. Ja. Dus ja, hoe dat in de praktijk gaat uitpakken en of dat ertoe gaat leiden dat meerdere mensen die tot levenslang zijn veroordeeld toch weer... na 28 of 30 jaar vrijkomen, dat is even afwachten. We hebben het gehad over de kwaliteit van zeg maar, de opsporingsinstanties en zo. Mm-hmm. Wat vind je van de kwaliteit? Je doet dit nu zeg maar 15 jaar,
rechtbankverslaggeving, ja. 15 jaar. Wat vind je van de kwaliteit van de rechterlijke macht in zijn algemeenheid? Die vind ik in zijn algemeenheid op een hoog niveau staan. Ja. Ik kan af en toe echt heel erg onder de indruk zijn van een vonnis. Als je zo'n vonnis leest, dat je denkt, wauw, dit zit echt goed in elkaar. Ze hebben hier alles beantwoord wat beantwoord zou moeten worden. Ja. Ook op een manier dat je denkt, ja, ik zou ook niet anders, ik kan er geen spel tussen krijgen. Ik kan me nog herinneren, er was een rechter in Den Haag volgens mij, die het eerste vonnis velde in zo'n IS-zaak. Ja. Met meerdere verdachten. En dat zat zo mooi in elkaar, dat ik dacht van dit moet gewoon op middelbare scholen lesmateriaal worden. Ja. Zo mooi zat dat in elkaar, zo'n mooie redenering zat erin. Ja. Dus ja, er zijn vonnissen die ik echt prachtig vind. Maar dat neemt niet weg dat er ook wel eens vonnissen zijn waarvan ik denk, nou... Vertel. Hier plaats ik mijn vraagtekens bij. Vertel. Nou, er zijn bijvoorbeeld wel eens vonnissen waarin ik vind dat het bewijs toch niet zo heel erg sterk is. Ja, misschien krijg ik nu ongelooflijk veel boze reacties, maar in de zaak Nicky Verstappen. Jongetje, weet je wel, meer dan 20 jaar geleden op de Brunsumer Heide dood gevonden. En pas na 20 jaar werd er een verdachte gearresteerd. Jos B. En die is veroordeeld, zowel door de rechtbank als in hoger beroep. En ja, om nou te zeggen dat daar hard bewijs was... Hier ga je wel reacties op krijgen als ik jou... Ik heb het ook al in meerdere columns opgeschreven. Kijk, er werd op een gegeven moment werd er verwezen naar een akkefietje 13 jaar voordat Nicky Verstappen overleed, waarbij Jos B. 3 jongetjes die ongeveer in diezelfde leeftijdscategorie zaten, heeft betast, de hand in hun broek, ze tegen de grond gewerkt, is op ze gaan liggen en zo. Nou, het heeft uiteindelijk niet tot ernstige zaken geleid. Ja, heel traumatisch voor de jongetjes, maar de jongetjes hebben het overleefd. Ze zijn niet seksueel misbruikt, ze zijn wel betast. En daarna is er 13 jaar lang eigenlijk niks gebeurd, voor zover bekend. Maar daar heeft zich nooit meer iemand gemeld met een verhaal van... Hey, hij heeft zich een beetje teruggetrokken in de bossen, schijnt. Ja, hè? Waarschijnlijk. En heeft zich misschien wel kunnen beheersen, je weet het niet. Maar daar heeft zich nooit meer iemand gemeld. Ja. Wat zeggen dan rechtbank en hof vervolgens? Van ja, het lijkt dezelfde modus operandi als bij Nicky Verstappen. Dus bij Nicky Verstappen moet het wel op dezelfde manier zijn gegaan. Nou, dat vind ik nogal wat. Om akkefietjes waarbij... 3 jongens het hebben overleefd. Die zijn niet seksueel misbruikt. Rechtbank en Hof zijn er vanuit. Ik geloof dat er wel is uit. Nee, niet is uitgegaan van seksueel misbruik. Maar toch wel van. Nou ja. Wat gedrag dat niet helemaal deugde. Ja, precies. Ik vind het nogal wat om op zo'n manier tot een veroordeling te komen. Terwijl 20 jaar lang is gezegd. We weten niet hoe Nicky is overleden. We weten ook niet of hij seksueel is misbruikt. Om dan vervolgens 20 jaar later tot de conclusie te komen van... het kan niet anders of hij is om het leven gebracht door de manier waarop Jos B. hem heeft misbruikt. Die is bovenop hem gaan liggen, moet hem gesmoord hebben op die manier. Het jongetje moet in ademnood zijn geraakt. Kan natuurlijk wel zijn nou, dat ik, je... Ik vond hem tricky. Kijk, wat natuurlijk een beetje de olifant in de kamer was... Niet de olifant, want er is wel over gesproken. Maar er is sperma van Jos B. in die onderbroek van Nicky Verstappen gevonden. Nee, dat is niet waar, sorry. Er is DNA van Jos B. in die onderbroek gevonden. Geen sperma. Als het sperma zou zijn geweest, nou, dan was het klaar. Dan, dat valt gewoon niet meer uit te leggen. Maar het was geen sperma. Het was DNA, het waren huidschilfers, het was een haar. En mogelijk greepsporen. Dus hij heeft die onderbroek wel aangeraakt. En dat is natuurlijk super verdacht. En hij had daar niet echt een hele goede verklaring voor. Wat had hij gezegd dan? Maar is het bewijs van moord? Of is het bewijs van doodslag? Dood door schuld. Ja. Dat vond ik een ingewikkelde hoor. Maar hij is uiteindelijk veroordeeld voor? Hij is veroordeeld. Voor? Ik dacht dat het... Doodslag, denk ik. Ja. Want dat is al geen voorbedachte raden. Niet dat hij, nee precies, zeker geen voorbedachte raden. Niet dat hij het jongetje met opzet heeft vermoord, maar wel door zijn handelen de kans aanvaardt dat het zou gebeuren. En hoe zou jouw... Dus aanhalingstekens, ideale veroordeling dan. Tot welke slotsom zou jij zijn gekomen in dat dossier? Nou ja, ik was blij dat ik niet in de schoenen van die rechter stond. Maar ik was heel erg benieuwd naar dat vonnis van de rechtbank en later van de uitspraak van het Hof. Omdat ik dacht van, Jezus, dit is echt niet, geen gelopen race. Dit is echt niet een 100% ronde zaak.
Dus ik was heel benieuwd wat ze ermee zouden doen. Ja. Maar ja, ik heb er eerlijk gezegd wel een beetje buikpijn van gehad, hoor. Dat ik dacht van, ja? Is dit... Kun je iemand op grond hiervan eigenlijk wel veroordelen? Ik vond het best wel een lastige en ik vroeg me toch af... Ja, heeft ook maar waar was die nou... druk die in Limburg ja. leefde die zaak natuurlijk gigantisch, ja, al die jaren. Ja. Eigenlijk in het hele land, maar vooral in Limburg. Ja, in hoeverre heeft dat ook nog een rol gespeeld? Hebben die rechters zich toch misschien niet helemaal vrij gevoeld en gedacht van, weet je wat, laat ze daar in de hoge beroep maar over oordelen? Ja. Ik weet het niet, maar ik vond het best een ingewikkelde zaak. Omdat het zo lang geleden was en omdat... Er werd bijvoorbeeld ook geconstateerd van, Jos B. is op de vlucht geslagen. Ja, is hij nou op de vlucht geslagen of heeft hij gewoon de eenzaamheid van de bossen opgezocht? En is hij daar, voelde hij zich daar gewoon het beste bij thuis? Je kunt natuurlijk alles aan elkaar knopen door dingen op een bepaalde manier uit te leggen. Maar was het nou wel de juiste uitleg? Dat vroeg ik me af. Ja. Dus ja, ik vond dat ingewikkeld. Ja, ik vond het echt heel moeilijk. Zo. Ja. Dus ik was heel blij dat ik geen rechter was, hoor, op dat moment. Ik had het niet geweten. Ja. Mijn gevoel zei, ja, hij heeft het gedaan. Maar je kunt niet iemand veroordelen op basis van gevoel. Nee. 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 Heftig, man. Ja, ik vond het, ja, heftig, ja. Ik vond het een hele moeilijke zaak om die reden, ja. Ja. Maar op zich, want dat was de vraag... Ben ik het helemaal met je eens dat over het algemeen de kwaliteit van de rechterlijke macht goed is. Ja. Hoewel ik vind dat rechters soms moediger kunnen zijn in de rol van het beschermen van de burger tegen de overheid. Wat doe jij om te ontspannen? Ja, niet meer daarna al te lang bij stilstaan. Ja, lukt dat? Kijk, ja, weet je, ik heb het natuurlijk... op het moment dat zo'n zaak klaar is... dan heb ik het al 4 keer van me afgeschreven. Op Twitter, op de website, in de krant. Ik trek heel vaak samen op met onze rechtbanktekenaar Petra Urban. Ja. Wij rijden samen van en naar zaken. En heel vaak zitten we zo'n zaak op de terugweg... ook nog even te evalueren en door te praten. Mm-hmm. En dan ben ik het ook wel kwijt. Het is niet zo dat ik er 's nachts wakker van lig. Al helemaal niet van die hele grote georganiseerde misdaadzaken. Dat heb ik eigenlijk veel meer bij al die zaken, ja, waar psychologische drama's een rol spelen. Familiedrama's. Dus jij hoeft niets meer te doen om het echt een lange douche nemen of weet ik veel, yoga? Nee, ik denk als ik dat soort dingen nodig zou hebben, dan zou ik niet geschikt zijn voor dit werk. Je moet op een gegeven moment ook gewoon... Even dat professionele schild voor je hoofd laten zakken. En wel de emotie blijven zien. En ook wel blijven zien, ja, wat het betekent voor alle mensen. Maar je moet het vooral niet te erg tot jezelf laten doordringen. En gaan nadenken bijvoorbeeld over de vraag. Hoe zou ik het vinden als mij dat zou overkomen? Of mijn kind, of mijn man, of iemand van mijn familie of vrienden of zo. Als je dat gaat doen, ja, dan ben je weg, joh. Dan doe je geen oog meer dicht en dan kun je niet meer leven. Hey, en relativeren. Want jij ziet de grootst mogelijke problemen van mensen. Hè? Ik bedoel, levenslang is ook echt levenslang. Ja. Als je dan thuis komt met kinderen of je partner of wat dan ook... heb je dan niet zoiets van, jeetje, dat je nou weer begint over waar je t-shirt is... waar maak je je druk om? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus nee, jij kan je ook nog steeds druk maken om kleine dingen? Nee, dat heb ik niet. Ik heb niet het idee van, god, waar maakt iedereen zich druk om? Er zijn ernstige dingen in de wereld. Nee, joh, want dan word je ook onmogelijk om mee te leven, volgens mij. Ja. Nee, ik kan het wel heel erg scheiden. Mijn werk is mijn werk en wat ik in de rechtbank hoor, dat hoor ik in de rechtbank. En ja, daar hoor je de uitzonderingen. Daar ben ik me ook altijd heel erg van bewust. Het zijn de uitzonderingen. Het is niet zo dat de wereld bol staat van de criminelen... en dat iedereen die je op straat tegenkomt je met een honkbalknuppel in je nek kan slaan. Nee, precies. Het zijn gewoon de uitzonderingen die je tegenkomt. En dat zijn soms vreselijk gruwelijke uitzonderingen. En er zijn best wel zaken die lang bij me kunnen blijven hangen. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ik er 's nachts wakker van lig. Het is wel, ik denk er wel vaak over na. Jeetje, wat kan het in een ongelooflijk klein hoekje zitten? En wat kunnen sommige mensen ongelooflijke pech hebben? Dat ze ofwel in die verdachtenbank terechtkomen of gewoon slachtoffer worden. Ja. En dat kan zomaar gebeurd zijn. Van de ene op de andere seconde kun jij in die positie terechtkomen. Ja. En daar ben ik me wel vreselijk van bewust. En dan is het belangrijk
dan is het belangrijk dat je daar tegenover je iemand hebt, een goede rechter, die zegt, oh, we gaan gewoon serieus. En ik ben heel blij dat we dat, dat we dat hebben. Want dat is wel zo, hè? Je kan je verhaal kwijt bij de rechter en ze luisteren goed naar je. En nou, dus over het algemeen doen ze ook wel redelijke uitspraken, hoor. Nou ja, als ik ook zie hoe dat gaat bij strafzaken, dan krijgen verdachten echt ongelooflijk uitgebreide gelegenheid om te praten over wat er nou precies gebeurd is. Als ze zich dan zelf op hun zwijgrecht beroepen, dan is dat maar zo. Ja. Maar het is niet zo dat ze de mond gesnoerd wordt of dat ze de kans niet krijgen. Je krijgt echt vol de kans om te praten. En gelukkig krijgen slachtoffers en nabestaanden dat ook veel meer. Ja. Om gewoon te schetsen wat het... Gelukkig? Ja, vind ik gelukkig. Ja, want staat het, een misdrijf staat nooit op zichzelf. Hè? Er is altijd een slachtoffer of een nabestaande in het spel. En die maken onlosmakelijk onderdeel uit van dat hele strafproces. En het feit dat daar jarenlang heel weinig aandacht voor is geweest, heeft me altijd verbaasd. Dus ja, die hebben een plek in het strafproces en een belangrijke plek in het strafproces. Weet jij hoe dat gaat in ons omringende landen? Of ze daar ook, of slachtoffers daar ook spreekrecht hebben? Weet dat hebben ze volgens mij wel. Ik weet niet of ze het in alle landen hebben. Ik ben onvoldoende op de hoogte van de rechtssystemen in andere landen om dat precies te weten. Kijk, want advocaten die zeggen vaak, en dat op zich is daar ook wel weer iets voor te zeggen, van dat strafproces staat in het teken van de verdachte en de vergelding komt achteraf wel. Ja, maar kijk, dat advocaten die de verdachte bijstaan, dat zeggen, dat vind ik logisch. Want het is helemaal niet in het belang van hun cliënt dat daar iemand een vreselijk emotioneel verhaal houdt over vreselijke gevolgen die een misdrijf voor hem of haar heeft gehad. Ze zijn natuurlijk altijd bang dat een rechter daar toch door beïnvloed wordt. Ja. En dus dat een advocaat dat niet leuk vindt, dat snap ik wel. Ja. Maar ja, leef er maar mee, denk ik dan. Want dat is wat waarschijnlijk jouw cliënt heeft aangericht. En dat mag je best weten en horen. Mooie woorden. Mooie woorden. Saskia Belleman. Jo. Van de Telegraaf. Ja. Met een nieuwe auto over 2-3 maandjes. Let maar op. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik zet je gewoon even rij nog even door, denk ik. Ik kreeg straks dus gewoon hier netjes bij de rechtbank af. Ja, maar zet je gewoon voor de deur af, hè? Toch? Keurig. Ik ben helemaal blij.